Voor de aanleg van het ondiepe natuurgebied wordt plaatselijk zand en grond uit het water gehaald om een diepere zone te creëren. In die diepe zone komt dan weer het onderwaterbos. Nu moet er eerst een goede basis worden gemaakt met zogenaamde legakkers. Eigenlijk grote plateaus van verschillende soorten hout. Als de legakkers afgezonken zijn, dat is allemaal wiep- en rijshout wat gestapeld is. Waarbij er enkele openingen zitten waar vissen dan ook tussen kunnen gaan zitten. Wat weer wenselijk is voor de vissoorten. Dan kunnen er onder water ook vissen in gaan zitten. Dan wordt het eigenlijk als het ware een onderwaterhotel. En bovenop kunnen dan ook weer de vogeltjes gaan zitten. Later in het proces worden er een aantal dode bomen in het water geplaatst. Uit een proef van Rijkswaterstaat blijkt dat dit helpt om de biodiversiteit en waterkwaliteit te stimuleren. Dit heeft wel effect op boten die in het gebied varen. Zoals je ziet is het werkgebied hier gemarkeerd met gele betonning. Dat houdt in dat het een verboden toegang is voor alle plezierwaard. En dat alleen de werkschepen die benodigd zijn voor het project dat die binnen mogen varen. Hoe ziet het er uiteindelijk dan uit? Uiteindelijk heb je een dam van 3500 meter die eigenlijk net boven water zichtbaar is. Doordat die net boven water uitsteekt krijg je een luwtegebied. Wat weer goed is voor de vogels en voor de vissen, voor de natuur. Dus eigenlijk uiteindelijk zie je er boven water niet heel veel van behalve dus dat je er niet meer kan varen. Ja, je kan er niet varen, je mag er ook niet meer aanleggen.